Kijkers, Botlek TV Link Media, hartelijk welkom hier op het platteland. Vlakbij Geervliet, Geervliet die kant op. En voor de mensen die zich willen oriënteren, die kant Den Briel. Zeg maar, voorna aan zee, Nissewaard. Naast mij, ja, ik zou hem misschien te kort doen om te zeggen van een boer. Ja, is het, is een, het is wel zo, Wout Luchtenburg. 61 jaar heb ik me net laten vertellen. Ja. En hier al heel lang werkzaam op het land? Ja, ik ben heel mijn leven al boer in de klopt. Ja. Dus uh, we zijn nu nog niet. Ik, beleef, ik heb niet heel mijn leven hier uh, geboerd op deze grond, maar uh, wel het grootste deel van, uh, van mijn leven. Dus dat is. Uh, ja, gaan we wel om hart hier. Uh. Ja. Heeft dit een speciale naam, deze polder? Ja, Hoenderhoek. Oud Hoenderhoek. Dus uh, dat is de naam van de polder. Nou, dat is uh, weer helemaal nieuw voor me. Ik woon hier al 47 jaar. Nooit geweten. Ja, achter mij de oprukkende industrie. Ja. Maar jullie zitten hier geweldig, hè? Ja. Alleen daar een stukje vervuiling. En zo zou het toch eigenlijk altijd moeten blijven? Eigenlijk wel, ja. Want die uh, dat beeld daar, dat, uh, dat weet ik niet beter dan dat dat er was. Nee. Daar kan je mee leven. Maar waar je niet mee kan leven, dan komen we zo meteen even op We gaan met Anneke praten. Ja. Met jouw vrouw. Uh, maar waar staan we hier eigenlijk tussen? Ik zie hier bloemen die ik van mijn leven nog niet heb gezien. Uh, die hebben ongetwijfeld ook een bepaalde functie. Klopt. Uh, dit is een groenbemester. Dat is, uh, de groenbemester is eigenlijk voor, uh, om je grond te verbeteren. Uh, die zaai je in de herfst in. En uh, in de herfst uh, of in de winter gaat het dan groeien. En we, we hebben zeven soorten uh, planten gezaaid. En de, er zijn er vijf van uh, bevroren en dood gegaan. En de wik en de klavers, die uh, schieten nu over. En die zijn nu aan, uh, aan het groeien. Ook omdat het voorjaar zo laat is... Zijn die ook nog extra gegroeid? En nu zijn ze ook zelfs in bloei gekomen. Ja, nou, moet je niet steeds verder weglopen, want ik moet je gewoon achterna oh, ja. hier zo. Ik weet niet of ik slecht adem heb. Nee, ja, toch? Nee, gelukkig. Je boven voor de microfoon. Ja, boven voor de microfoon. Um, je gaf wel aan. Het, 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 het heeft te maken ook uh, dit plantje. Niet zozeer uh, om uh, de bloemetjes te knippen en nee. naar de markt te brengen. Maar echt wel een hele, zeg maar, goede. ...vorm van om stikstof uit de lucht te halen? Ja, het is een klaver is een, is een vlinderbloemige. vlinderbloemigen leggen stikstof vast in de grond. Die hebben dus stikstofbolletjes, dus wij, voor ons gaat het om de, om de wortels... Die, ...die nu diep in de grond gaan. En uh, nou ja, alle energie die nu uh, hier is, die wordt dus uh, opgeslagen in de grond. En daar hopen wij dan uh, minder uh, stikstof, of minder kunstmest strooien. Uh, en misschien wel helemaal niet op dit stuk. Dat gaan we dan proberen. Dus dat is eigenlijk een beetje de zoektocht. Dat je ook minder afhankelijk bent van, uh, ja. van allerlei input. Ben je nou echt een bioboer? Nee, zeker niet. Nee. 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 Wat is het verschil tussen jou en een bioboer? Uh, bioboer mag heel weinig. Uh, die mag uh, geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen. En dat vind ik eigenlijk te beperkt. Uh, als, als je een hoofdpijn hebt, neem je een aspirientje. En uh, ja, dat mag dus niet als je een bioboer bent. Ik snap wel dat, het, dat er wel iets uh, moet zijn en uh, te controleren zijn. Maar uh, wij doen het eigenlijk op zijn moeilijkst. Dus we proberen zo min mogelijk uh, te spuiten en kunst te strooien. En we krijgen gewoon een gangbare prijs. Dus ja. uiteindelijk is dat de moeilijkste Maar je staat is. wel zo dicht mogelijk naar de na, bij de natuur. Ja, zeker wel, zeker wel. Dat, uh, en uiteindelijk is het uh, ingegeven om uh, minder afhankelijk te zijn van input van allerlei bedrijven, dingen. Uh, dat je dan gewoon het gewoon zelf kan doen, zo'n bedrijf. Geweldig hè? we zitten hier drie kilometer van het uh, uh, mondiale Spijkenisse, nissenwaard, en dan hoor je, je dialect spreken want het is niet helemaal, uh, uh, zeg maar zoals ik, hè, met een Rotterdamse accent een beetje. Je bent hier ook echt geboren Wout? Zeker, geef het ja, geboren toch, ja. De enige stad op het, uh, op, ja. op het eiland hè, want Spijkenisse is maar, ja sorry uh, Fort van Oosten. een ja, Jij woont in een, uh, in, 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 in een dorp, maar jij woont eigenlijk in een stad. Hè? Ja, zeker, in de stad, ja. ja. Stadsrechter sinds. Ik weet niet, net. Meer. Heel lang, heel lang. We gaan je vrouw erbij houden. Ja? ja? Oké. Okay. We gaan ze roepen. Anneke, Anneke. Anneke, uh, net zo lang hier woonachtig uh, en werkzaam als, uh, als Wout? Ja, dat klopt. Ik ben zelfs met Wout, mijn buurjongen, getrouwd. Dus we wonen hier allebei ons hele leven. Aan de Ringdijk allebei. En uh, ja, dat, uh, uh, hier liggen onze roots. Ja. Nog nooit in de grote stad geweest, Rotterdam? Zeker, daar staan, Ach, daar staan we op zaterdag op de markt en dat is ja. super mooi. Ja. ja, maar dit is ook prachtig hè? tussen de bloemen eh, die een functie hebben, niet alleen maar om naar te kijken maar ook om eh, en te genieten, maar ook eh, dat de stikstof uit de lucht haalt. Ja, over stikstof en koolstof en al die eh, stoffen gesproken. We zijn al eens een keer eerder met Botlek TV hier bij jou geweest en dat was toch eigenlijk helemaal geen, geen leuk item want hier moet als het aan sommige uh, personen, instanties ligt, uh, iets uh, gaan verrijzen waar jij niet blij mee bent. Wat zou dat moeten zijn? Dat klopt. Uh, dit gebied is de zoeklocatie voor een uh, converterstation en een uh, waterstoffabriek. En het ministerie van Economische Zaken is daar uh, ja, de uh, opdrachtgever of de bedenker van. En we zijn daar uh, in het uh, begin van het jaar uh, ja, eigenlijk achtergekomen... Uh, dat dat uh, zoekgebied hier lag. En toen dachten we: we moeten toch uh, Reuring uh, maken, we moeten laten weten dat wij deze polder hier in Geervliet op Nissenwaard, dat we die geen geschikte locatie vinden voor zulke grootschalige industrie ja niet alleen omdat jullie zelf hier boeren heb je de laatste keer heb je verteld, maar ook omdat dit gewoon een functie heeft. Hè? vlakbij toch een, een behoorlijk groot dorp om het zo maar te noemen. Het lijkt bijna een stad met heel veel inwoners. De industrie aan de andere kant. Dan moet er een plek zijn waar mensen kunnen ademen, waar ze kunnen fietsen, kunnen wandelen, kunnen recreëren. En ook even langs, langs de boer om een lekkere potje champ te halen, toch? Zo is dat. Nee, het is, uh, iemand zei: het is een groene long van Nissewaard. En uh, dat herken ik. Er zijn hier zoveel mensen die hier fietsen, die hier wandelen, die uh, over de Benisse varen. Uh, nou, mensen genieten van het poldergebied van Nissewaard. En uh, ja, als. ...er een beginnetje is met uh, uh, ja, nu het 380 kv-station wat we in de verte zien. Uh, ja, mensen noemden het, uh, het is de stekker voor meer industriële uh, activiteiten. Ja, daar moet je toch niet aan denken. Dat moet gewoon stoppen. Dat 380 kv-station... Maar, maar, maar waarom hier? Uitgerekend, precies prachtig in de natuur... Terwijl er hier op een kilometer of 8 à 10 dat daar de maasvlakte is. Met hele stukken die nog niet zijn in beslag genomen door de industrie. En het moet van daar moet het naar hier. En van hier moet het geconforteerd worden. En weer terug. Eigenlijk. Ik mag geen mening hebben daaromtrent, maar toch vooruit, het is toch van de gekken. Ja, die mening deel ik. Het is een idioot plan om hier uh, zulke grootschalige industrie te gaan plannen. Want het is het begin van het einde. En uh, dorpen als Heenvliet, Geervliet, Albenbroek, je komt tussen twee industriegebieden in te liggen. En het voelt een beetje als, uh, als een nieuw Pernis. In Rozenburg, het zijn ook gebieden die ingesloten zijn. Nou, en dat is gewoon niet nodig. Er is daar genoeg grondgebied en het moet gewoon niet hier plaatsvinden. Nee, want de geschiedenis zou zich kunnen herhalen. Je noemt Rozenburg al, maar ook nieuwe sluizen heb je hier ooit gehad. Hè, aan de monding van het Hartelkanaal. Ja. Tenminste op de hoek van het Hartelkanaal. En dat is helemaal verdwenen, zelfs. Een mooi landhuis, de olifant. Moest hij weg, staat gelukkig in Sjaloos. Ja. Maar dat zijn de laatste resten van een heel mooi dorpje midden in de natuur en midden in het vrije gebied. En jij bent bang, samen met heel veel andere mensen, dat de geschiedenis zich gaat herhalen. Ja, zo'n scenario wordt wel denkbaar. En ja, daar, we willen in elk geval proberen om te laten zien dat het een idioot plan is. En daarom uh, ja. hebben we toch een gevoel van verzet. En uh, van het, uh, het ja, mensen meenemen. Want heel veel mensen weten het echt niet dat dit uh, nee. uh, speelt. Ja. En in de supermarkt ze, zei iemand: Maait. Dat gaan ze echt niet doen hoor. Hoef je niet bang voor te zijn. Nee. Maar het is wel zo: als je niks zegt, dan ben je ook niet tegen. Nee. En dat willen we wel laten weten. Je hebt hulp nodig hè? Ja. Zullen we ja. hulp erbij vragen? Goed zo. Ik ken iemand. De burgemeester? Wow. Ja, de burgemeester. Maar dit ge, in dit geval zonder amsketing. Keten, het is de klimaatburgemeester. Klimaat. Zullen we eens roepen? Zullen we eens benieuwd. roepen? Zullen we eens roepen? Alfred. Alfred! Alfred! Alfred. Alfred. <laughs> Ridder Alfred! Dat klopt ook, hè? want je bent ooit ben je, door Hare-Majesteit nog in die periode dus, uh, geridderd. Maar inmiddels klimaatburgemeester Alfred Blokhuizen, woonachtig in Spijkenissen. En heeft een cv, nou langer als, uh, als wie dan ook, uh, even in een, uh, in een notendop, uh, politiek gezien. Waar ben je allemaal mee bezig geweest? O jee, nou raadslid geweest, hè? commissievoorzitter geweest, statenlid geweest en partijbestuurder. Ja, dus in de politiek dat, zijn dat wel de functies. Ja, en nu na Ria Berghout ben je klimaatburgemeester, benoemd door minister Jetten van Economische Zaken... En uh, ja, misschien heb je wel een iets afwijkende mening ten opzichte van wat Anneke en Wout uh, hebben begrepen van uh, economische zaken. Om hier toch een zoeklocatie te maken om zo'n station neer te zetten. Uh, in het vorige gesprek heb ik al begrepen dat je zegt van nou, dat is niet helemaal zo slim. Nou ja, weet je, het is, moet je eerst maar vaststellen dat waterstof gewoon een goed idee is. Waterstof is schoon, is heel efficiënt en dat wordt ook wel de toekomst. Maar nu nog lang niet, want er is nog lang niet genoeg groene, groene energie om waterstof te maken. Dus eigenlijk om nu een waterstoffabriek neer te zetten is al een beetje gek, want op kolen waterstof maken is, of olie, dat is natuurlijk gek. Maar wat me zo aanspreekt bij de mensen hier die zeggen: van ja, kijk eens naar onze omgeving. En dat is natuurlijk ook zo. Het is hier een mooi polderlandschap, het is hier wijts, het is hier open. Terwijl. En u zei het al straks al in het gesprek eerder, van ja, we hebben een industrieterrein liggen, dat heet de Maasvlakte 2, die is bij lange naam nog niet vol. Dus ik vraag me werkelijk af, waarom wil je dit überhaupt? Nou, gelukkig is het nog maar een zoeklocatie, dus er is alle ruimte om te zeggen van, nou, ik ben daar tegen en we kunnen er misschien nog wat aan doen. Maar ik vind het werkelijk een beetje gek. Ja. Over zoeklocatie, uh, daar is een reden voor. Men heeft hier gekeken en uh, heeft ook een soort faciliteit gevonden om dan vervolgens ook die waterstoffabriek daar neer te zetten. Zullen we eens even gaan kijken? We zijn even gedraaid en uh, waar Anneke het net over had, uh, een station. Wat is dat voor station? Ja, is eigenlijk een koppelstation. Hè? Hier wordt uh, hoogspanning gekoppeld aan al die masten die we overal zien. Dus de plaats om zo'n waterstoffabriek bij zo'n punt te zetten is niet zo gek, maar het blijft natuurlijk heel gek dat je dat midden in een open landschap doet, wat als wel ontzettend schaars is en eigenlijk ook groen vernielt terwijl we, zoals ik net al zei, een zandvlakte hebben, nog geen paar kilometer hemelsbreedte verderop en daar kun je net zo goed de, de spanning, de, de elektriciteit die van uh, uh, vandaan halen om waterstof te maken, want het is natuurlijk uh, voor die waterstoffabriek hebben ze heel veel elektriciteit nodig. En vandaar dat koppelstation dat ze dat nodig hebben. Heel veel mensen zien dat station. Hebben zoiets van, nou dat zal wel nodig zijn. Eh, vervolgens wordt er een nieuw station naast gezet en groter en groter. En zo is het einde zoek. En dan, als je dan hier langs fietst, dan denk je van waarvoor zetten ze het hier neer? Hoe groot is de kans dat ze het hier neerzetten? Nou de kans is er. Het is een zoeklocatie, dat is niet voor niks. Dus ze zeggen van, nou hier zou het kunnen. Hier is de ruimte en hier zijn de mogelijkheden. Het is wel iets anders natuurlijk. Kijk, zo'n koppelstation, dan kijk je een beetje doorheen. Op een afstand zie je het eigenlijk al niet zo snel. Maar uh, als we hier een fabriek gaan neerzetten, dat heet Verdozing in Nederland, dan heb je opeens een enorme fabriek hier staan. Wat het niet alleen het uitzicht bederft, maar ook gewoon, ja, uh, gewoon vervelend is om uh, in het landschap te hebben. En je, je krijgt ook een verkeersstroom naar zo'n fabriek toe. Het zijn allemaal gevolgen die uh, aan zo'n fabriek zitten. Over... Ik heb begrepen over dat er 11, 12 van de zoeklocaties zijn. Is dat alleen maar in Zuid-Holland? Uh, zover ik weet, de meeste wel. Want hier is natuurlijk ook de meeste behoefte aan. En hier zijn natuurlijk ook de koppelingen aan de windmolenparken op de Noordzee. Dus in de toekomst kun je daar die elektriciteit vandaan halen. om zo'n waterstoffabriek uh, te uh, faciliteren. Maar ver is het nog lang niet hoor, want we hebben nog lang niet genoeg groene energie voor ons huishouden. Dus laat staan voor een uh, fabriek. Maar goed, 10, 12 fabrieken die, uh, uh, of uh, zoeklocaties. Iedereen heeft, denk ik, op die locatie, de eigen locatie, wel een, uh, een reden om het niet mooi te vinden, niet fijn te vinden. Is dit niet een beetje Nimby? Not in my backyard? Uh, zijn die boeren niet een beetje aan het zeuren? Er is toch zoveel ruimte, kan het toch makkelijk neergezet worden? Of ben ik nou wel heel erg positief, slechts negatief, van welke kant je het ook bekijkt? Nou ja, Nimby effect is natuurlijk als je geen andere goede locaties in de buurt hebt. Nou, ik zei het al. Uh... De Maasvlakte is hier heel erg dicht in de buurt. Dat is een industriegebied, laat het daar uh, dan ook uh, staan. Ik moet ook zeggen dat het gemeentebestuur van Nissewaard daar ook heel strak in zit hoor. Want die hebben je al... hebt een zienswijze gemaakt, is het niet? Ja, die hebben een hele mooie zienswijze gemaakt. waar ik als klimaatburgemeester eigenlijk best wel achter kan staan. Uh, meestal heb je, heb je wel wat met het gemeentebestuur, we moeten allemaal meer hebben en anders. Maar ze hebben een hele mooie zienswijze gemaakt. waarin ze het ook heel minutieus hebben aangegeven waarom je het niet moet doen. Alleen, dat is natuurlijk weer zo'n ambtelijk stuk, heel moeilijk leesbaar, maar eigenlijk komt het erop neer, ja zoiets zet je gewoon niet in dit landschap neer, het is ook niet nodig, want zoals ik al zei, een paar kilometer verderop heb je die zandvlakte waar het makkelijk kan. Wat kan een klimaatburgemeester in deze betekenen? Heeft u doorzettingskracht, heeft u bevoegdheden? Nee, 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 wat, wat ik voor een bevoegdheden heb is natuurlijk het vragen van aandacht. Nou, daarom ben ik ook hier. Dat lukt u meestal wel? Kopen het ja. en vragen voor aandacht en ook uh, mensen laten zien dat het anders kan, groener kan en beter kan. En in dit geval, waterstof is hartstikke groen. Dat is mooi als je tenminste groen produceert. Dus niet op kolen, niet op olie, niet op gas. Dan is het hartstikke groen, heel goed. Maar verniel daar dan ook niet het landschap mee, want dan span je een beetje het paard achter de wagen. Oké, okay, we mogen van u nog wel uh, het een en ander verwachten. In ieder geval betrokkenheid. U praat met de mensen hier uit de omgeving. U heeft contact met uh, de gemeenteraad zelf. En met uh, minister Jetten, want die heeft u benoemd. En ja, minister Jetten, mocht u ooit dit filmpje onder ogen kijken... U had moeten weten wat u heeft gedaan, hoor. Want deze man zich ergens in vastbijt, dan laat hij niet meer los. Toch? Nou, dat hoop ik dat maar, ja. Ja, als het gewoon voor een goede zaak strijden is, kost geen energie. Dat is altijd hartstikke goed om te doen. En dit is een goede zaak. Nou. Laten we hopen dat er een andere locatie gevonden kan worden. En de oplossing wordt al min of meer eigenlijk een beetje meegegeven. De Maasvlakte, waar nog heel veel ruimte is. En misschien is dat wel al van tevoren bekeken om daar allerlei andere fabrieken neer te zetten voor de economie. Ook heel belangrijk, maar de economie kan alleen maar draaien als we heel veel tevreden burgers hebben. Mensen die van alles afnemen, onder andere groene stroom. En dat ze niet gaan verkassen naar andere landen. Hè? We moeten toch ons eigen land er ook een beetje mooi houden. Ja, het is een druk land en die weinige, de, de, de weinige ruimte die we nog hebben, daar moeten we zeer zuinig op zijn. Goed zo, we gaan de bloemen snoeien. Dit was Botlek TV, tot ziens.